gerade schon in den Fahrzeug. Ah. Die Vorfälle nicht gerade schon zu stören. Okay. Achter verder gebruiken ze juist om snelheid mee te maken. En zeehonden kunnen tot wel een snelheid behalen van 30 tot 35 km per uur. Daar ben je weer. Oké. Dankjewel. Nou, we gaan even wat anders doen. Ze is er weer vandoor. Dan gaan we het hebben over de verschillende soorten vis die ze hebben. Die ze eten. Heb je een lekkere haren? Die vinden ze heel lekker. Heb je nog meerdere soorten vis, zoals keteling. En nog wat makreel. Helemaal goed. Maar wat vooral heel erg lekker is en wat ik ook bij me heb, is hele lekkere vis. Iets op voor jou. Nee, vind je niet lekker mooi. Het is niet zo lekker. Vind je dat? Ja. Dat doe je wel. Neem ik hier wel door op dit vis, maar morgen maak ik veel blijer met een lekkere haar. Helaas krijgt de dieren het wel steeds moeilijker om deze verschillende soorten vissen te maken. En het komt door overbevissing. Bij overbevissing worden er vaak veel bijvangsten gevangen. Dus dat zijn andere soorten vissen waar ze dan moeten bevissen. En zo blijven er heel weinig vissen over voor de veeland. Gelukkig kunnen wij hier allemaal weer een handje aan meehelpen. Door goed op te letten in de supermarkt van vis verkopen. Als er een keurmerk op staat, het MSC-keurmerk, dat betekent dat het duurzaam is gevangen. En zo kunnen wij dus eventjes er zo helpen. Want bij duurzaam gevangen vis wordt er heel erg goed opgelet met wat voor soort vis nou eigenlijk gevangen wordt. En dan blijft er dus meer vis over in de zee voor de zee. Nou, we hebben dus al heel veel geleerd dat de dieren hun voorvinnen gebruiken om te sturen. Op de buik gebruiken ze een sterke buik om vooruit te komen. En hun achtervinnen gebruiken ze om snelheid mee te maken.